Spijt me. In de naam van Allah, de barmhartige en genadevolle. Ik weet het, het spijt me. Dat is niet de manier zoals het moet. Maar ik ben genoodzaakt om dat te doen. Ik heb een aantal keer verzoeken gedaan, maar dat werd overgeslagen. Ik ben een dienaar van Allah. Hij heeft mij het boek gegeven en tot een profeet gemaakt. Hij heeft mij gezegend gemaakt waar ik ook mogen zijn. Hij heeft mij het gebed en armenbelasting verplicht gemaakt. En hij heeft mij niet een arrogante ongehoorzame gemaakt jegens mijn moeder. Vrede zij met mij op de dag dat ik geboren werd, op de dag dat ik sterf en op de dag dat ik weer op het leven word gewekt. Ik ben Isa Messi, Yeshua, Jezus Christus, hoe je het noemen wilt. Maar ik kom hier uitnodigen. Er is niks aan de hand, er is geen bom of zo. Blijf maar zitten. Ik ben niet gevaarlijk gek. Maar ik ben een dienaar van Allah en ik kom hier uitnodigen tot geloof. Geloof in Allah, mevrouw. En dient hem dus. Dat is de rechte weg.